na het MDO, als je weer op de polykliniek komt, word je gevraagd te tekenen voor plaatsing op de wachtlijst. Hiermee geef je toestemming dat wij jouw NAW-gegevens delen met Eurotransplant en kunnen zij je op de wachtlijst plaatsen. De wachtlijst is ingedeeld per bloedgroep. Jouw plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de meldscore. Dit scoringssysteem zorgt ervoor dat de ziekste persoon het eerst wordt getransplanteerd. Hoe hoger de meldscore, hoe hoger je plaats op de wachtlijst. De meldscore wordt berekend aan de hand van drie bloedwaarden: bilirubine, creatinine en INR. Deze waarden moeten regelmatig opnieuw worden bepaald. Bij sommige leverziekten worden extra punten toegewezen, omdat de meldscore alleen niet altijd goed aangeeft hoe noodzakelijk een transplantatie is. Naast je plek op de wachtlijst is ook het formaat van het donororgaan van belang. Donor en ontvanger moeten ongeveer dezelfde lengte en gewicht hebben, want in een kleine ontvanger past geen lever van een grote donor. Als je als transplantabel op de wachtlijst staat, kun je een aanbod krijgen. Als je een infectie hebt, net een ingreep hebt ondergaan of door een opname tijdelijk niet opgeroepen kunt worden, sta je als niet-transplantabel op de lijst en krijg je op dat moment geen aanbod. Geef het dus altijd aan ons door als je koorts hebt, in het ziekenhuis bent opgenomen of tijdelijk weg bent. Dan zorgen we dat je de juiste status hebt op de lijst.